De Antwerpse chef Johan Segers van 't Fornuis heeft een nieuw boek uit. Het boek Tot op het bot is het verlengde van het gelijknamige programma dat Johan Segers op Njam TV presenteerde. Het boek is een ode aan het varken en een pleidooi naar meer authenticiteit in de keuken en de gerechten. Er is nog veel te vertellen. Hè. Tot in bed denk ik niet dat ik daar iets van ga rondmaken. Maar over eten, daar is nog echt veel over te vertellen hoor. En dan bedoel ik niet de toeters of de bellen. Maar gewoon de elementaire, pure waarden in grondstof en manier enzovoort enzovoort. Ja, absoluut. Veel werk aan de winkel. Wat mij opvalt is die roep naar authenticiteit terug in de keuken. Dat is iets natuurlijk dat ik al heel lang in het vaandel draag. Want wie zijn wij? Hè? En ik heb altijd gevonden van hoe dat het beest geleefd heeft, wat het gegeten heeft, de totale toestand dus voor mij liefst zo natuurlijk mogelijk. Die smaken zijn al zo complex dat wij dat eigenlijk dat mogen klaarmaken en daar iets bij mogen doen, maar dat zij altijd toch wel zeker de hoofdrol spelen. Dat ligt al heel lang bij mij op de bovenste plank hoor, die ideeën. Johan is een chef van de oude stempel en dat is als een compliment bedoeld. Dat is een man die altijd heel trouw is gebleven aan zijn eigen filosofie. Die niet is meegegaan in de heel modieuze toestanden van zalmpjes en schuimtjes en nieuwe structuren. Die altijd heel trouw gebleven is aan het product. Wat is koken? Dat is zoeken naar het beste ingrediënt. En daar voor de rest eigenlijk veel met je pollen van afblijven. En daar iets heel lekker mee maken. Ik hou wel van zijn keuken. Ik vind dat een eerlijke keuken. Ik vind dat een keuken met enorm veel respect voor het product. En daar tovert hem mee, dus dat is geweldig. Hè? Ik vind ook, als ik soms kijk naar Njam, dan vind ik ook dat hem daar... Ik weet niet hoe dat komt. Ik denk dat dat te maken heeft met de jaren 68. Het is een ongelofelijke 68er gebleven die waarschijnlijk als jonge gast droomde van een keuken en nog altijd die een droom heeft en nog altijd bezig is En nog altijd even enthousiasmerend bezig is. En dat vind ik wel geweldig. Dus anno 2012 is hij nog puur authentiek? Ik vind dat wel, ja. Ik vind dat wel, ja. Zijn oproep naar authenticiteit was eigenlijk wel heel mooi, hè, wat hij daarnet vertelde. Ja, maar ik denk dat dat ook de nieuwe trend is. We zijn zo ofwel modieus ofwel industrieel aan het eten, dat het hoog tijd wordt om die filosofie terug in ere te herstellen. Eerlijk gemaakte producten die op een goede manier worden klaargemaakt met de nodige tijd. En dan eet je hoe dan ook lekker en gezond. En dat is iets dat we er terug moeten inkrijgen. Bij Johan Segers gaat er niks van het varken verloren. Met het bloed, de ingewanden, het vlees en het bot weet hij wel iets te maken. Het is ook in verschillende delen verdeeld. Hè. Je hebt de ingewanden. Wat is daar lekkerste van? Ik vind zo, ik hou van een beuling bijvoorbeeld. Dat vind ik fantastisch. Ook zo'n product waar dat mee gemaakt is. Hè. Dat is uiteindelijk bloed. Dat vind ik fantastisch. Hè. Ik ben niet alleen. Jan Faberen heeft daar ook stukken van gemaakt enzovoort. Dus schilderijen, dat vind ik fantastisch. Als je nu zo van de rest van... natuurlijk gehakt vind ik ook schitterend. Een goeie varkensworst vind ik schitterend. Maar zo'n goeie carbonade zo. Dat is een stuk van de rug naar van achter toe dat een beetje door regen van vet is zo. Dat goed gebakken. Oh, met een goeie groentje erbij. Oh jong, schitterend, fantastisch. Absoluut. Tot op het bot van Johan Segers is nu overal verkrijgbaar.